De winter is dan toch gekomen. Dat betekent ijspret voor velen, ijsnarigheid voor sommigen. De vogels zijn weer op hulp van de mens aangewezen. Kijk hoe onwennig de eenden rondscharrelen, geheel uit hun gewone doen. Wij mensen moeten er ook aan wennen. Er wordt wel eens gezegd dat je schaatsenrijden nooit verleert, maar dan moet je het onderhouden. En daarvoor hebben we de laatste jaren niet zo bar veel gelegenheid gehad. Maar goed, nu is het ijs er dan en na zo'n eerste dag wil het meestal wel weer vlotten. Met ijszeilen trouwens ook. Het is vooral heerlijk rijden als de straffe oostenwind je in de rug blaast. Niet waar? Wie er de schaatsen voor heeft en de capaciteiten, amuseert zich zo ook voortreffelijk. Overal in het land staan jong en oud op de schaats. Hoewel staan hier eigenlijk wel wat te veel gezegd is. Bij ijspret kent men ook onprettige momenten. De sneeuw biedt vermaak aan de meestal jeugdige categorie der niet-schaatsenrijders. Vermaak dat wel eens ten koste van anderen gaat. Het is opwindend om zo in suizende vaart een helling af te glijden. Het heeft in eerste instantie allemaal maar kort geduurd. Juist toen er sprake was van een elfstedentocht werd het kwakkelen. De regen kwam en daarmee begon de narigheid pas goed. De verzekeringsmaatschappijen en de rijwielherstellers krijgen het druk nu. Om over de doktoren maar niet te spreken. Vaak loopt zo'n val namelijk minder goed af dan hier. Let u eens op de originele oplossing die deze meneer voor het gladheidsprobleem bedacht. Het is ook voor u misschien een idee als het weer eens glad wordt. Want dat de winter nu werkelijk al is afgelopen durven wij niet te beweren. Ten slotte wordt dat in de beeld beslist.